Goedendag dames en heren, we zijn bij de volgende video beland. We gaan in dit onderdeel behandelen stoepjes af. De reden waarom ik dit wil doornemen is omdat je in het openbaar vervoer omdat je op de openbare weg veel drempels tegenkomt of veel gaten in de weg en dan moet de motor wat meer kracht pakken om je recht op te houden. Maar de future wheel houdt je recht, maar het ligt geheel aan jezelf hoe je erop reageert. Dus we gaan nu doornemen hoe het gaat als je van de stoep afrijdt, bijvoorbeeld. We pakken meteen het extreme. Het ding waar je op moet letten in het begin is dat je knieën licht gebogen zijn. Dus die gebruik je eigenlijk als vering. Natuurlijk is het handig als je ook wel stevig op je stepje staat. Dus gewoon meteen goed zetten. En je kuiten iets meer tegen de zachte padding aandrukt. Zodat je hem niet te hard, maar wel stevig klemt. Nou, hou je bovenlichaam nog steeds recht. Ook als je stoepje afgaat, ga niet vooruit of naar achter leunen. Dat is de meeste fout die de beginners maken. Niet doen. Rechtop blijven staan. Ik ga je nu een demonstratie geven van hoe dat werkt. Ik ga nu langzaam vanaf. Bap. Het is een klein hobbeltje. Geen gevaar. En ik ga er nu al straks vanaf. Dus je had langzaam kunnen zien wat er gebeurde. En hoe het wiel hem zich in balans houdt. En hoe mijn lichaam staat. En we gaan nu nog een keer doen. Alleen uitgezoomd. Dan zie je nu ook mijn lichaamshouding. Zoals je ziet, heb ik mijn voeten tegenaan en mijn kuit tegen de zachte padding. Stevig. Zodra ik mijn voet erop zet, doe ik eigenlijk hetzelfde als de andere kant. Dus dan hou ik hem stevig tegen elkaar aan, maar niet te stevig. Mijn lichaam blijft recht, dat kun je nu zien. Je ziet aan mijn knieën dat ze licht gebogen zijn en dat ik af en toe, dat ik op het moment dat ik van de stoep af ga, dat ik op en neer een beetje meeveer. Dat is de vering vanuit je knieën. Ik ga het nog één keer laten zien. Zo, dat was de demonstratie van hoe je een stoepje afgaat. Ik hoop dat, dit gaat werken met het oefenen thuis. Deel en like deze video. En succes thuis en veel plezier met rijden!